Pieter Winter uit Giethoorn heeft sinds zijn jaren vergister op het erf. Hij is een van de weinige ondernemers, want het is een hele klus om zo'n vergister te laten draaien. Vooral het vinden van betaalbare grondstoffen is lastig. Nou, dit is kippenmest, maar daar gaat gras in, daar gaan turbobollen in, wat vaste mest van kalveren. Dat soort producten, wat groenteafval soms. Handig zaken doen en het geluk van een goede subsidieregeling houden de installatie in de been. Er zijn best wel kansen voor een paar initiatieven. Maar om te denken dat we met vergistingsinstallaties, dat we daar de wereld mee gaan redden en dat we daarmee voldoende duurzame energie gaan opwekken voor Nederland, nou, daar geloof ik niet in. In Salland weten ze hoe het mis kan gaan. Varkenshouder Henk Duteweert ging zelf voor 30.000 euro het schip in. Als mede-eigenaar van een vergistingsinstallatie in Heten. Ja, hoe lang is die goed gedraaid? Misschien moet je wel afvragen of die ooit goed heeft gedraaid. Alle 60 deelnemende boeren samen hebben 9 ton verloren aan het project. De Rabobank vermoedelijk zelfs enkele miljoenen euro's. De vergister heeft nu voor de derde keer een doorstart, maar draait nog steeds niet. Net als veel vergisters elders in het land. Veel koolvergistingsinstallaties die het erg moeilijk hebben. Ten eerste om het proces goed op gang te houden, maar ook daarnaast om de economie rondom het vergisten goed te houden. En dat betekent de economie rondom het vergisten is vooral dure grondstoffen, beperkte grondstoffen. En daardoor toch een moeilijk rendabel bedrijf. Duteweert raadt het CDA dan ook ernstig af om flink te gaan investeren in biovergisters. Zolang het niet rendabel is, kunnen we die doelstellingen wel hebben. Maar dat zou gaan betekenen dat de inwoners van Overijssel daar fors aan mee moeten gaan betalen. Anders is het in mijn ogen niet van de grond te krijgen. Al zou een provincie een miljoen subsidie geven op een project wat al allemachtig veel geld is, denk ik nog niet dat dat voldoende is. Als ik het geld uit moest geven, dan zou ik het geld eerder uitgeven aan een windmolen dan aan een biogasinstallatie. Rake woorden voor de eigenaar van een vergister. Overijssel wil over 7 jaar 20% van de energie duurzaam opwekken. Het bedrijf Energy Watch heeft voor ons op een rij gezet wat je zou moeten doen om dat doel te halen. De opties die er zijn, zonne-energie, windenergie, biomassa, alle drie hebben ze een zekere maatschappelijke druk. Als een kwart van alle Overijsselse woningen zonnepanelen op het dak zou hebben, behalen we daarmee 1%. Een andere optie is windenergie. Stel nu dat je in Twente net zoveel windmolens per vierkante kilometer zou plaatsen als nu in Nederland staat. Dan zou je in Twente 88 windmolens plaatsen. Die 88 windmolens zou voor het Twentse windklimaat 2,5 petajoule kunnen opleveren. De bouw van meer windmolens in Overijssel levert 5% extra duurzame energie op. Derde optie is biomassa. Afvalverwerkers Twents en Rova zijn daar al druk mee bezig door GFT en bermafval om te zetten in energie. Twents hoopt zo over een paar jaar ruim 9% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken. Wil je meer, zoals de wens nu is van het CDA, dan wordt het lastig. Wil je daar bovenop nog meters maken, dan hebben we onderzocht van stel nu dat je 10% van het landbouwareaal zou verbouwen, energiegewassen zou verbouwen, dan komt het neer op 0,8 petajoule. Wat goed is voor 2% extra. De analyse leert dat je nogal wat moet doen om de duurzaamheidsambities te halen. Zeker met de wetenschap dat meer windmolens in Overijssel politiek geen optie is. 20% duurzame energie in 2020 lijkt voor Overijssel onbegonnen werk. Je kunt je afvragen of dat een haalbare weg is. Als wij in een ontwikkeld gebied als Twente of Overijssel, in een ontwikkeld land als Nederland niet aan onze eigen doelstelling kunnen voldoen, dan is de vraag van waar kunnen we dat dan wel in de wereld. Goed, verder laat ik het aan de politiek om daar mee om te gaan.